Ho 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 jongens, het is weer zover. Het is winterwonderland in Overwatch en dat wil zeggen dat Blizzard mijn geld ontvangt. Want ze hebben weer fucking skins gemaakt in een seasonal event waar ik geen nee tegen kan zeggen. Dus jee, daar gaan we weer. Net als met de zomerspelen. Ik ben Tom, ik heb al een keer zo'n unboxing ding gedaan en we gaan er gewoon nog een keer eentje doen namens Gamersnet. Want ik ben de in-house Overwatch verslaafde of zo. Nou ja, af en toe dan komt Blizzard met iets nieuws en dan... En I'll suck your dick. Heb ik het nodig in mijn leven. En dat is dus bij deze de Winter Wonderland Seasonal Event. En ja, dus als je meer van die Overwatch unboxing dingetjes wil zien, van die loot crates of lootboxes of hoe je ze ook noemt, kun je terugkijken. Ik heb er ook al eentje met de zomerspelen gedaan. Toen kreeg ik niks van wat ik wou. Helemaal toppie. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Was echt leuk. Maar goed, wat ik nu als allerliefste wil is als altijd, ik wil iets van Zenyatta en het is een nutcracker skin. Ik bedoel, kijk hoe awesome dat ding is. Gewoon, fuck yeah. Ah, ik gooi met zijn noten. Die wil ik enorm graag, dus daar gaan we gewoon voor. En het leuke is, vorige keer had ik er 15 en deze keer, je ziet het al, ik heb er 16. Want, plus 1, dacht ik. Of, 2016 is ook een goeie. Ik wist niet hoe ik het anders moest verwoorden. Anyway, without further ado, laten we beginnen. Je weet wat ik het liefst wil hebben. En voor de rest gaan we gewoon kijken wat erin zit. Want voor de rest, eigenlijk alles is wel vet. Op zich, als je het mij vraagt. Dus let's go. Lootboxjes, man. Let's do it. De eerste, man. Laten we meteen hopen op iets goeds. Het klinkt al fantastisch in die wintersfeer. Oké. Een duplicate. En, nou ja, die sprays zijn leuk. Geld heb je niet zoveel aan, vooral als het 50 is. Fuck jou. Yeti Winston is leuk, I guess. En een spray. Of een player icon. Oké. Valt vies tegen voor een eerste. Whatever. En door. We hebben er nog 15 te gaan, hè? Dus het kan eigenlijk alleen maar beter worden. Zeg ik nu, maar dit valt nog harder tegen dan wat ik net zag. Oh, god. Oh, dit wordt weer zo'n aflevering, of niet? Nou ja, dus cookie spray is leuk van Diva. Maar goed, die kan ik ook kopen. En je ziet hoeveel money ik heb. Ik zou nog best wel veel dingen kunnen kopen. Dat hebben ze wel beter gedaan ten opzichte van de vorige seasonal evenement dingetje van de zomerspelen. Want dat is echt kut. Toen kon je niks kopen van wat er zeg maar exclusief was. Inmiddels hebben ze dat wel gedaan voor drievoudige van wat het normaal zou zijn. Ja, die sprays zouden dan ook wel te doen zijn. Dus ja, oké. Maar goed, ik doe het hier niet voor de player icons en shit. Ik wil gewoon vette skins. Kom op Overwatch. Geef me die vette skins. Ik heb het nodig. Oké. Player icon. Dit ding van... Ik speel veel Anna. Dus dit vind ik oké. De ornament spray. Gewoon leuk om in de boom te hangen op King's Row. Maar verder. Ja. Wordt het echt alleen maar sprays en player icons? What's an aimbot? Ja, dit is niet eens van een seasonal event. Kom op. Als de volgende 13 ook zo zijn, dan is het... Sorry dan alvast, jongens, dat ik dit jullie heb aangedaan. For fuck's sake. Kom op. Legendaries, man. Ah, iets paars? Wat is de emote? Dit is ook niet seasonal event. Dit is gewoon soldier die aan het lachen is. I guess. De flex. We gooien me wel gewoon op voor Reinhardt. Die wordt nog wel eens gespeeld. Ja, je bent edgy Reaper, we weten het. We zijn allemaal 16 en emo geweest. Maar goed, van de seasonal event alleen maar weer... Wat is dit überhaupt? Een dreidel? Wat is een dreidel? Iemand, vertel het me. What the fuck is een dreidel? Nou ja, fuck it. En door. Ik vind het tegenvallen. Het is niet echt wat ik onder de boom wil vinden. Kijk, dat is wel sexy, al is het weer niks van de seasonal event. Dit is gewoon iets voor Sombra, gewoon normaal, right? God, je zet het erop. Het is een legendary skin. Dat is tof, I guess. De duplicate. En wederom alleen maar weer een player icon. Het is... What the fuck, Blizzard? Ik had gehoord dat op een gegeven moment gaat wel de soort van pity meter in. Als je 20 boxes hebt gehad waar geen legendary in zit, dan krijg je een soort van... Pity, medelijden, legendary counter of zo, wat iets kan worden. Man, ik hoop dat ik dat ga hitten, want tot dusver is het niet heel veel goeds. Oké, die is wel heel gangster, though. Dit is wel van de seasonal event. En niet dat ik heel veel Symmetra speel, maar weet je, het is tof om te kunnen doen. Als Symmetra ooit van haar leven een highlight intro gaat halen, want dat zie je natuurlijk ook helemaal niet zo heel vaak. Ah, deze is ook lief. Diva met de kerstversiering.
Oké. We komen erin. Het gaat al beter. Nog 10 te gaan. Let's go. De door. Open die shit. Ja, Torbjorn, player icon van het evenement. Widowmaker ornament, die is wel lief. Ik bedoel, kom op, kijk, het is haar en zo. Oui, baguette. Meme-speler, super Frans. Ik vind het goed, dat is mooi. Kan ik mee leven. En door. Let's go. Het is een lelijke player icon en wat money, I guess. 150, dat is beter dan wat we net hadden. Maar goed, ja. Ik moet wel zeggen, het is leuk zo met de achtergrond en shit. En dat die geluidjes super kerstig zijn. Maar nou wil ik ook wel even dat kerstgevoel van vette shit onder de boom krijgen hebben. Come on. Oké, wacht. Voice line van McCree. Someone had to break the ice. Oké, die is wel sexy. Oké, hop, die gaat er zo op. Ja, die is sexy. Dat is prima, maar voor de rest... Voor de rest blijft het... I don't know, schaars. Ik voel me niet echt... verwend. Deze kerst. Voice line. Ja, die is lief van mij. Dat is leuk om te roepen tijdens de May Snow Brawl fight. Ik bedoel, dat is best wel een vet brawl evenement dingetje. Gewoon sneeuwballen gooien. I put a rock in this one. I don't know. Ik heb het al een hele avond lang gestreamd. Het was fucking chaos. Ik heb nog nooit zoveel spanning gevoeld. Zelfs niet met... Wat is het? Competitive. Competitive is like rustgevender dan gewoon Snow Brawl met mij. Ah, die is lief. Oké, dit gaat allemaal wel. Wel weer een duplicate skin. Waar blijven die vette skins van de season? Kom op. 6 lootboxes nog. Geef me gewoon nutcrackers en Yata. Het is het enige wat ik vraag, Blizzard. Oké, duplicates. 3 duplicates. Prima, want dit maakt het wel weer goed. Kom op. Dit is toch de shit. Ah, ik weet niet. Ik heb ook al een T-bag graffiti spray en dan ook nog eens een keer die emote. Dan past deze victory pose er helemaal bij. Die gaat erop, netjes. Daar ben ik blij mee. Dat het die andere 3 dan fucking duplicates zijn, ja, so be it. Trouwens wel de vetste skin voor Lucio. Zelfs met de seasonal event dingen erbij. Dit blijft de vetste, dat ik hem dan dubbel heb. Ja, so be it. Oké, 5 lootboxes. Oké. It's awful. Meer player icons. Wel een voice line van Sombra. I know who's been naughty. Geel. Alright, en door. Skins. Overwatch, please, skins. Gun me dit. Jezus Christus. Ik dacht dat het slecht ging toen die vorige keer met die zomerspelen. Toen dacht ik dus echt dat ik echt pure poep kreeg. Maar hey, toen kreeg ik tenminste nog wat. Ik bedoel, dit is echt schaars. Ik heb nog niet eens een skin van de seasonal event. Wel een highlight intro. Dat is... Damn. Oké, het is slechter dan verwacht. Maar goed, nog 3 te gaan. Misschien nutcrackers en Yata, please. What the fuck? 3 duplicates in een fucking player icon. Ik dacht dat Blizzard ons aan het matsen was. Dit is kerst, joh. Toch leuke dingen te krijgen. Niet gewoon 10 euro aan Blizzard te geven en dan te denken, wat heb ik gedaan? Mind you, het is het laatste geworden. Fuck. Oké, come on. 1 goedmakertje. Oh, wat? Oh, wat? Player icon, een duplicate voice line en money? Ja, oké. Jezus, fuck. Maat. Het kinderke is geboren, maar... Oh. Man. Ik doe deze kersttrui van niks aan. Ik heb 0 kerstgevoel hierbij. Oh, oké, laatste dan. Let's get it over with. Wat? Oké.
Oké, dat is tenminste nog een skin. McCree, McScrooge. Oké. Nou, dat was een schrale kerst. Sorry. Ik had gehoopt dat hier wat mooiere dingen uit zouden komen. Maar, Blizzard gunde mij dit niet. Misschien ben ik stout geweest dit jaar. I don't know. Het valt vies tegen. Dus ik denk dat ik volgende week weer met een nieuwe unboxing kom. Dat ik gewoon weer geld erin aan het klappen ben. I don't know. Ik voel me in ieder geval nog niet echt verwend. Daar komt het op neer. Mocht je nou wel zeg maar genoten hebben van mijn leed, laat het zeker weten in de comments en je mag een like achterlaten. En hey, gamersnet.nl. Je kunt ons volgen op YouTube, abonneren heet dat daar geloof ik. Check ook eens op de website man, we hebben een website, doen we allemaal leuke dingen. Ik kan je wel verzekeren dat wij onze bezoekers meer verwennen dan Blizzard mij zojuist heeft gedaan. Dus dat. Anyway, ik ga nu denk ik even in een hoekje lekker zitten huilen. Misschien die 3980 credits omzetten naar 1... Nutcracker Zanyata skin. En dat zal hem dan wel weer zijn. Dus Tom out. Tot snel. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. De ballen. Fijne kerst. Ik hoop dat die beter is dan die van mij.